Goedenavond allemaal. Welkom bij dit webinar, deze workshop Apps voor bergsporters. En dankjewel Bart voor de uitnodiging om deze presentatie te verzorgen. Het gaat een presentatie worden over weerapps, oriëntatie, navigatie-apps, tochtsuggestie-apps, bloemetjes-apps, sneeuw-apps en openbaar vervoer-apps. Maar voordat ik mezelf voorstel, zou ik graag een indruk krijgen van wie er vanavond aangesloten zijn via Zoom. Dus ik zou jullie eigenlijk graag even een tweetal vragen willen neerleggen, die jullie, als het goed is, nu op je scherm zien. Hoe ervaren vind je zelf dat je bent met het gebruik van bergsport-apps? En welk soort smartphone gebruik je? Dat is ook nog wel een relevant puntje in zaken mijn presentatie. De antwoorden stromen nu binnen. Nou, stuk voor stuk bescheiden toeschouwers, want ik zal jullie de resultaten laten zien. Niemand acht zichzelf zeer ervaren op dit vlak. Aardig ervaren is altijd leuk. Ik hoop zeker dat je nog wat bij gaat leren vanavond. Ik denk het wel, want er zijn zo ongelooflijk veel apps. Ik ken ook maar zo'n klein stukje ervan. En het is ook wel aardig om te zien dat 56% gebruikt een Apple, 52% een Android. Volgens mij is dat meer dan 100%. Nou ja, zwa. Leuk, dank jullie wel voor jullie antwoorden. Ik wil daarop aansluiten dat de presentatie vanavond gaat 100% over Apple apps. Maar de meeste van die apps die vind je natuurlijk ook wel op het Android platform. Maar ja, ik heb nu eenmaal zo'n Apple, je ziet hem nauwelijks vanwege de background. Dus daar moeten jullie het mee doen. We gaan beginnen. Het was alweer ruim 10 jaar geleden toen Apple bij de introductie van de iPhone 3 was het geloof ik, of de 3GS, kwam met een reclamecampagne There's an app for that. Je kon het zo gek niet bedenken of er was wel een app voor. Als je niet, je auto niet terug kon vinden op de grote parkeerplaats van de IKEA, dan had je daar een app voor. Als je je kinderen kwijt was, had je daar een app voor. Voor van alles had je een app. Ze hebben dat zelfs in 2010 als trademark, heel grappig, gedeponeerd. Mijn naam is, zoals ook in de aankondiging stond, Peter Mienes. Ik ben, wat Bart al aangaf, International Mountain Leader. International Mountain Leader, voor degenen die dat niet kennen, is eigenlijk net als een berggids, een UAGN berggids, is een professional in de bergen. Alleen een International Mountain Gids, leader, die zul je niet op een gletsjer zien. En die zul je ook niet met touwen en gordels op weg naar een top zien. In het Nederlands zou je een International Mountain Leader ook een bergwandelgids wel noemen. Ik noem mijzelf ook Appman. Ik heb van 2011 tot 2015 heb ik ongeveer 40 apps besproken in het magazine van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En ja, in 2015 vond ik het wel genoeg, want ja, de meeste grote ontwikkelingen die had je toen ook wel gehad. Ik bedoel, er kwamen op een gegeven moment apps die gebruik maakten van GPS, apps die gebruik maakten van de hellingshoekmeter, apps die gebruik maakten van de versnellingsmeter, et cetera, et cetera. Ik ben bij de NKBV, de evenknie van de KBF in Nederland, ben ik ook gletsjertourenleider, vrijwillige gletsjertourenleider, ook toerski-instructeur in de winter. Ik ben ook docent en examinator van zowel alpine toerenleiders van de NKBV als ook voor International Mountain Leaders in opleiding. Degenen die in Nederland in de opleiding zitten, die kunnen mij tegenkomen. Daarnaast ben ik ook NOLS WFR. NOLS staat voor National Outdoor Leadership School. Dat is een organisatie in de Verenigde Staten. WFR staat voor Wilderness First Responder. Dat is een 80-urige eerste hulp cursus. Dus zeer grondig. Veel grondiger dan de doorgaans tweedaagse Wilderness First Aid. Ik ben ook mede-eigenaar van 360 Explore. Klein aandeeltje. En bij de UIMLA Board. UIMLA, dat is de overkoepelende organisatie van de International Mountain Leaders. Ben ik General Secretary. Dus UIMLA is zeg maar de organisatie die naast de UIAGM staat
om het hele professionele domein van begeleiders in de bergsport af te dekken. Als je me wilt mailen, dat kan via peter@360explore.com. Ik heb nu mijzelf voorgesteld. Nog even een uitstapje naar 360. Wat is 360? 360 Explore is een kleine reisorganisatie, wel een zeer professionele reisorganisatie. In 2014, 2015 opgericht. We zijn met een stuk of 5 gidsen daaraan verbonden, afgezien van de los aangesloten gidsen. Kenmerkend, en dat is een heel belangrijk verschil met allerlei andere reisorganisaties, zoals ja, jullie kennen misschien S&P of in België heb je Travelbase die wel populair is. Wij werken uitsluitend met internationaal erkende gidsen. En dat is wel heel bijzonder. Wij werken dus uitsluitend met berggidsen, met international mountain leaders en met wilderness guides. Vanaf het begin is al een van de kenmerken van 360 geweest om vooral zo duurzaam mogelijk op verschillende fronten te opereren. En sinds een aantal jaren doen wij ook dubbele CO2-compensatie via Trees for All, om eigenlijk jouw reis, jouw vakantie, een positief klimaateffect zo mogelijk te geven. Kleine reisgezelschappen, niet de gezelschappen van 30 deelnemers die je wel eens op reizen tegenkomt. Wij zoeken vooral de bijzondere bestemmingen. Als wij bijvoorbeeld naar Patagonië gaan, dan gaan we niet de beaten tracks met jou verkennen, maar we hebben onze eigen mooie lokale contacten daar. Vroegboekkorting tot 10% op de meeste reizen. Dus hoe vroeger je boekt, hoe meer korting je krijgt. En als we een reis hebben met een goede bezetting, dan willen we ook de reizigers mee laten delen in dat voordeel. Dan krijg je na afloop een reischeck. En tenslotte, je krijgt als reiziger krijg je toegang tot de 360 Explore Community. En dan kun je reisfoto's downloaden, leerzame video's, tips lezen, et cetera. Wat voor soort reizen en cursus, et cetera, hebben wij? Natuurlijk trektochten langs hutten of met de tent op de rug. Maar ik vergeet dan bijvoorbeeld een reis als deze. Dat is gewoon vanuit een comfortabel hotel met 5 sterren eten. In de Chablais, 5 prachtige dagwandelingen vanuit een comfortabele kamer met heerlijk diner en ontbijt. Expedities, ja, dat doen we dit jaar even niet. Maar normaal gesproken vind je ons ook in Nepal en Patagonië. Trailrunreizen is erg in opkomst. En trailrunreizen doen we vanaf de Wadden in Nederland, die eilandengroep, tot aan Marokko. En dit is, dacht ik, in de ecran wat je hier ziet. Sneeuwschoenreizen, nou, daar kun je van alles bij voorstellen. Dat zijn doorgaans zijn dat trekkings van hut naar hut. En dan een week lang in de bergen, van A naar B naar C. Maar ook hebben wij wel enkele dag of enkele standplaatsreizen, dus vanuit datzelfde comfortabele hotel. Microavonturen, die kreet ken je misschien niet, maar dat zijn trips van 1 tot 3 nachten. En dat is dus niet te ver van huis, kost ook niet te veel tijd. Hier zie je foto's van onze Waddenavontuur, waar we naar Schiermonnikoog lopen vanuit Groningen. En ja, dat zijn prachtige beelden. En op Schiermonnikoog overnacht je dan in een comfortabele safari tent. En tenslotte geven we ook cursussen. We geven bijvoorbeeld de 2-daagse Wilderness First Aid cursus. Maar we geven ook voorbereidende modules, zowel zomers als 's winters, voor mensen die graag het IML-pad willen verkennen. En meer willen weten over waar ze staan. Is het iets voor mij? Daar hebben we een 2-tal cursussen voor. Tot zover over mij en over 360. We gaan naar de apps en dan beginnen we met de weerapps. Inclusief een korte introductie op weermodellen, want dat vind ik wel een belangrijk dingetje als je met apps in de weer gaat. Want ja, ook hier weer, je hebt honderden weerapps en welke is nou de goede? Nou, eerst even over de functionaliteit van weerapps. Je hebt apps die zich speciaal op een bepaald land of een aantal landen, zoals de Alpen, richten. Je hebt ook apps die je over de hele wereld kunt gebruiken. Natuurlijk laten ze je het huidige weer zien, voor zover je dat niet zelf kunt zien. En ze geven ook natuurlijk een voorspelling per dag, dagdeel of soms ook per uur.
om een voorspelling per uur te krijgen, dan moet je daar soms wel iets voor betalen, hoor. Ik heb zelf bijvoorbeeld een abonnement op een van die apps en dan betaal ik een tientje per jaar voor een voorspelling per uur, maar ook om de buienradar 2 uur of 3 uur vooruit te kunnen kijken. Je kunt kaartjes zien om een beeld te krijgen van waar de regen zich bevindt, waar het sneeuwt, waar wolken zijn van dit moment en ook een voorspelling, zoals ik net al zei. En je kunt vaak ook via webcams gewoon zien hoe het weer ter plekke is. Maar eerst even over weermodellen, want al die informatie die jij via een app kunt bekijken, dat komt uit computermodellen, weermodellen. Een weermodel is eigenlijk een computerprogramma dat draait niet op een dikke pc of zo, dat draait op een zogenaamde supercomputer, waar er maar een beperkt aantal van op de hele wereld zijn. Die supercomputers, dat zijn echt grote dingen die soms wel een hele zaal in beslag nemen. En er zijn 14 weerdiensten over de hele wereld die voor de hele wereld het model doorrekenen. Dus die het global model doorrekenen. 3 ervan zijn het belangrijkste in het kader van deze presentatie. Dat zijn ECMWF. Dat is het European Center for Middle Term Weather Forecast. Het is een Europees model. Dat is dus ook door alle Europese landen samen wordt dat gefinancierd. En dat draait in Reading in de UK. Dan hebben we het GFS, Global Forecasting System. Dat is een Amerikaans model. En nog maar heel kort, sinds 2015 heeft de Deutsche Wetterdienst, die heeft een eigen model, ICON, waarvan ze zeggen vooral rekening te houden met de topografie van de Alpen en de grote watermassa's die je ook in de Alpen natuurlijk tegenkomt. Want watermassa's, dat zijn ook een van de bepalende aspecten voor het toekomstige weer. Dat weer overigens, je moet je voorstellen dat het weer van vandaag, dat wat je in het plaatje ziet, 7 dagen geleden aan de andere kant van de wereld al is ontstaan. Ze zeggen ook wel eens, als daar een vlinder flattert, dan beïnvloedt dat het weer hier over een week. Die weermodellen die halen ontzettend veel data naar binnen, echt miljoenen data-elementen, voordat ze een zogenaamde run draaien om voor over 7 dagen het weer te berekenen. He, dat komt van weerballonnen, dat komt uit vliegtuigen, van weerschepen, et cetera, et cetera. Nou, waarom vertel ik dit allemaal? Dat GFS, dat is het model waar heel vaak apps en weersites op zijn gebaseerd. Waarom is dat? GFS is gratis, in tegenstelling tot ECMWF. Voor ECMWF moet een appgebruiker betalen. Nou, naast deze modellen, deze globale modellen, heeft elke nationale weerdienst ook nog zijn eigen modellen voor fine-tuning. Zo heeft ons Nederlandse KNMI Heerlam als model om speciaal voor Nederland de finesses in de doorrekeningen te doen. Waarom is het jammer als jouw app alleen maar GFS gebruikt? Dat zie je in dit plaatje. Je ziet eigenlijk 2 dingen in dit plaatje. Je ziet ten eerste dat er vanaf 2007 een stijgende lijn is in de nauwkeurigheid van de voorspellingen. Dit grafiekje loopt tot 2020. Deze 1, dat is 100% nauwkeurigheid in de voorspelling. En ECMWF zit op dit moment op ongeveer 3,94. En GFS zit op ongeveer 90. Ja, dus het ECMWF is zo'n 3-4% nauwkeuriger. En dat kan net erop of eronder zijn in een bepaalde voorspelling. We gaan even, want daar ben je vast in geïnteresseerd. Wat zijn nou de goede apps? Ik lees wel af en toe appvergelijkingen of apptesten. En eigenlijk 2 die vrij regelmatig bovenaan eindigen zijn WeatherPro en Weer en Radar. Overigens, dit geldt natuurlijk voor het
de regio waar wij ons bevinden, hè, en ons begeven, dus Europa. Het kan heel goed zijn dat in Indonesië een andere app echt een grandioze app is, of in India. Dit is vooral gefocust op Europa. WeatherPro is van de Meteogroep. En het mooie van WeatherPro is dat die een multimodal model gebruikt. ECMWF, GFS en het UK, het model van het UK Meteorologisch Bureau, UCMO. WeatherPro, dat is ook die app waarover ik net vertelde, waar ik een abonnement op heb van een tientje per jaar. Weer en Radar Pro is van Wetter Online. Die gebruiken data van zowel ECMWF als de Deutsche Wetterdienst, gebaseerd op ICON. En nog van een heleboel andere bronnen. Dat als je de app gedownload hebt, is volgens mij gratis. Dan kun je ook via de help kun je erachter komen welke bronnen zij allemaal raadplegen als input voor de modellen. IR, die kennen jullie misschien. Dat is een app die is een Noorse app, ook een Noorse website. Maar het lijkt erop, ofschoon hij ECMWF gebruikt, dat hun model vooral gericht is, hun fine-tuning model vooral gericht is op Noorwegen. En dat die in de rest van Europa wat minder goed scoort. Meteo Blue, dat is een app die ik al meer dan 5 jaar ken, een hele tijd niet gebruikt heb. En die ik ben eigenlijk de laatste tijd weer ben gaan herwaarderen. Ik zal je straks laten zien waarom. En die gebruikt GFS en ICON als modellen. Goed, we schakelen nu even over naar de iPhone. Dan zal ik jullie laten zien hoe de apps er zelf uitzien. En dan gaan we naar het mapje met de weerapps. En dan zie je, dan kies ik voor WeatherPro. Dit is dus de WeatherPro app met een 14-daagse voorspelling. En per dag geeft hij dan een voorspelling per uur. Je kunt zien, Veldhoek is waar ik woon, Heino, dat het hier op dit moment half bewolkt en best wel aardig weer is. Hoe is het bij jullie? Ik kijk even naar Dinan. Ja, net zo mooi. Net zo mooi. WeatherPro heeft natuurlijk ook een buienradar. En die zie je, dit is de voorspelling. En hij kan ook satellietbeelden laten zien. Enfin, even genoeg voor WeatherPro. Want ik ga er haast vanuit dat je WeatherPro al wel eens had zien langskomen. Maar Weer en Radar is misschien minder bekend voor je. Dus ik laat even Weer en Radar zien. Dan kun je bovenin kun je eventjes door de dag van vandaag per uur bladeren. En en dat kun je ook hier doen door de dagen. Dus een 14-daagse voorspelling ook, net als bij WeatherPro. En wel aardig vind ik dit plaatje hier beneden, wat de maximum en minimum temperaturen voor de komende 14 dagen geeft. Maar dan gaan we even naar de weerradar. Ik ben zelf wel gesteld op deze weerradar, omdat deze me op een makkelijke manier laat zien waar de neerslag is en waar de wolken zijn. Hier waar het heel licht blauwe is, daar is het meestal wel erg vochtig, maar daar regent het nog niet. En ietsje donkerder blauw, dan neemt de regen toe. En nog donkerder blauw, je kunt het je voorstellen. Maar op dit moment hebben we hier dus een zonnetje. En de komende minuten, dit gaat per kwartier, blijft het zo mooi. Dan kun je het voor de rest van vandaag, voor de dag van morgen, voor donderdag, 12 uur, 13 uur, 14 uur, komt de weerbevolking aan, et cetera, en voor vrijdag ook nog. En dan even als laatste naar MeteoBlue, waarvan ik daarnet zei dat die kan rekenen op een herwaardering van mijn kant. MeteoBlue houdt het bij een 7-daagse voorspelling.
daar is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Want als we even terugdenken aan dat grafiekje net, de betrouwbaarheid van een 14-daagse voorspelling, die is echt niet groot hoor. Pas een 3-daagse voorspelling haalt een betrouwbaarheid van zo'n 95% of meer. Als we even naar de, ik heb hier de als locatie, en dat is ook het aardige van Meteoblue, die kent ook toppen, bergtoppen. Dus ik heb hier de Pirkarspitze in het Karwendel ingetikt. En als je dan op de dag van vandaag klikt, dinsdag, dan zie je de gegevens van uur tot uur. En dan zie je daar onderin dat het vannacht natuurlijk kouder wordt en dat het dan begint te sneeuwen. En rechts bij elk uur zie je een vierkantje met cirkeltjes erin. Dat is een oppervlaktetje van 15 bij 15 kilometer. En wat je daar ziet is eigenlijk de gemiddelde buienradarbeelden voor dat uur. Heel leuk. Maar er zit nog meer leuks in deze app. Dan drukken we op die zes puntjes linksboven. En dan klikken we even op meteogram. En dan zie je hier voor de Birkarspitze in mooie grafiekvorm de temperatuur, de neerslag en de wind. De windsterkte en de windrichting. Maar als we even naar dat middelste plaatje kijken, de neerslag, dan zie je daar ook met grijs tinten de dikte van de wolken. Maar je ziet ook hoe hoog de wolken zich bevinden. Hè, dat gaat van hier 0 kilometer via 1,5, 3,5, et cetera, tot 14 kilometer. Dus aardig om te weten als jij een topbestijging gaat doen van hè, waar je slaapt misschien op 1,5. Op 1500 meter en je wilt naar een top van 3500 meter, dan kun je hier zien hoe hoog de bewolking gaat hangen en of je daaraan ten prooi gaat vallen. Een ander leuk plaatje is deze. Dit is dan wel weer een 14-daagse voorspelling. En wat je hier ook een beetje ziet is een pluimverwachting, hè? Dus de range waarbinnen de verwachte temperatuur is. Een pluimverwachting. Nu we het over modellen hebben gehad die miljoenen data-elementen als input krijgen, kun je dit misschien ook wat be beter begrijpen wat een pluimverwachting is. Wat ze dan doen is een beetje draaien aan de knoppen van die gegevens. Dus door daar een beetje aan te draaien, simuleer je eigenlijk dat er misschien sprake is van meetfouten of interpretatiefouten. En nou, het spreekt voor zich, hè. Hoe kleiner die pluim is, hoe betrouwbaarder die voorspelling, die rode lijn voor de maxtemperatuur en die blauwe lijn voor de minimumtemperatuur. En hier zie je de neerslag, hè, inclusief de range, de onnauwkeurigheid. En dan als laatste plaatje nog even deze. Deze is ook heel leuk, want we hebben het dus net over die modellen gehad. En hier zie je weer Icon terug, het Nederlandse Heerlam. Nog een keer Icon, UCMO, GFS. En die suffix daar, 22, dat is het aantal dagen vooruit van de voorspelling. En elk model heeft een kleurtje en die kleuren die komen terug in deze grafieken. De bovenste grafiek is de temperatuur. En dan kun je hier dus eigenlijk dit is eigenlijk een soort pluimverwachting, maar dan tussen de verschillende modellen. En dat is wel heel leuk, want dan, kijk, als veel modellen het met elkaar eens zijn, maar dan heb ik er ook wel vertrouwen in, zeg maar. Dus wel een tip, de Meteo Blue app. Dan gaan we nog even kijken vervolgens naar de wel landspecifieke apps. Want dit waren de apps die je over de hele wereld kunt gebruiken. Landspecifiek zijn de volgende, en dit is ook natuurlijk weer een greep uit de honderden die er zijn. OneWetter is eigenlijk de enige weerapp van de Deutsche Wetterdienst. Nou, die hebben ze gemaakt omdat zij de wettelijke plicht hebben om de bevolking tijdig te waarschuwen over gevaarlijke weersituaties. Wetter.com is er eentje die typisch in de Alpenlanden te gebruiken is. Ik gebruik hem zelf niet. Ik gebruik wel Bergfex.
Wetter, die is ook voor de hele Alpen te gebruiken. Meteor Swiss ga ik zo dadelijk even laten zien. Meteor France voor als je naar Frankrijk gaat. Mensen die in Frankrijk wonen vertellen mij dat Meteor France niet zulke heel betrouwbare voorspellingen geeft. En zou je een keer naar de UK gaan en je bent toch geïnteresseerd in het weer, dan heb je de app Met Office. Dan gaan we even kijken naar eentje die ik eruit wilde liggen en dat lichten, en dat is Meteor Swiss. Want het aardige van de gratis app Meteor Swiss is het volgende. Als je op Animations hier klikt, dan krijg je een buienradar te zien. Maar die buienradar die strekt zich wat uit tot over de grenzen van Zwitserland. Dus als je ergens hier in de Écrin zit, of hier in de Savoie, of hier in de Haute-Savoie, dan zie je daar een rood stipje of een blauw stipje die jouw locatie verklapt. En dan kun je dus zien wanneer het onheil jou gaat treffen, de regen of de sneeuw. Deze regenvoorspelling die gaat heel ver vooruit. En die kun je ook gewoon met de balk onderaan kun je die vooruit schuiven. Dus dit is woensdag. Tot donderdagnacht 3 uur. Dus dat is toch wel een aantal dagen vooruit. En je ziet, je hebt ook in het westen van Oostenrijk, heb je er iets aan. In het zuiden van Duitsland, in het noorden van Italië. Erg fijn. Hij is om nog een reden fijn, ook als je niet in Zwitserland bent. De Weather Report. Helemaal rechts, hier zie je een paar lijntjes van een frontensysteem. Hè? Het warmtefront en het koude front. Als je daarop drukt, dan krijg je hier in tekst de, wat ze in het Duits noemen, de Großwetterlage. En de Großwetterlage, die, het woord zegt het al, dat is het weersysteem wat boven Europa hangt. En dat is natuurlijk overal geldig, ook als je in Duitsland bent of in Frankrijk of in Italië. En dan kun je hier dus lezen, hè, aan de zuidrand van een omvangrijke lage drukzone. Over Noord-Europa, jij hebt er hier eentje en je hebt er hier eentje, wordt voorlopig vochtige pollucht naar de Alpen gevoerd. Nou, dat is dan een nice to know als jij in ieder geval een beetje geschoold bent op het vlak van weerkunde. Ik had het net al even over de Meteo France app. Als je 's winters onderweg bent, dan vind je in de Meteo France app vind je natuurlijk ook de lawineberichten. En die vind je hier bij Mountain. Maar dan moet je altijd bedenken, waar ben ik precies? Ik zit in Châtel, waar is dat? Dat is Alpe du Nord, geloof ik. Zit ik in de Haute-Savoie of de Isère of de Savoie? Natuurlijk weet je dat je in de Haute-Savoie zit. En dan haal je op deze manier het lawinebericht van Châtel, de Chablais erbij, moet ik zeggen. Makkelijker manier is via Meteor Ski. Dat is deze app. Je weet dat je in Châtel bent, dus je drukt op Châtel. Je drukt op Snow. Op het bulletin. En dan krijg je, voilà, het lawinebericht van Châtel, wat in de Chablais ligt. Dan gaan we kijken naar oriëntatie- en navigatie-apps. Die zijn er ook heel veel. En ik krijg menig advies van mijn deelnemers, van collega's. Maar ik hou het toch maar bij het aantal waar ik aan gewend ben. Plus nog wat die ik gewoon voor de voorraad heb. Natuurlijk maken al die oriëntatie- en navigatie-apps, die maken gebruik van GPS. En daar gelijk een detail, want GPS is eigenlijk het verkeerde woord. GPS is maar één van de mogelijkheden om je positie te bepalen. De juiste term is GNSS, Global Navigation Satellite Systems. En GNSS, daar zijn er vele van. Er zijn er meerdere van.
Ik heb de belangrijkste hier op een rijtje gezet. Eentje daarvan is GPS, die wij sinds eind 90er jaren kennen. En als je dan zo'n apparaat gekocht had voor vele honderden guldens toen nog, wij hier in Nederland, dan zei ik heb een GPS. En dat klopte ook wel, want meestal maakte die gebruik van het GNSS genaamd GPS. Maar je hebt op dit moment ook bijvoorbeeld GLONASS. Al lang heb je GLONASS, dat is het Russische systeem. Die systemen die werden van origine en nog steeds wel voor defensiedoeleinden gebruikt. Nou, in Europa hebben ze op een gegeven moment gedacht, wij willen niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten of Rusland voor onze positiebepalingen, die immers steeds belangrijker worden. Hè? Wie rijdt er tegenwoordig nog auto met een kaart en de Shell stratengids? Dat doe je allemaal met je navigatieapparaat. Elke landbouwer heeft tegenwoordig GPS in zijn trekker. Vliegtuigen maken er gebruik van. In de bouwwereld wordt het ook steeds meer gebruikt. Dus Europa heeft gezegd, we moeten zelf zo'n systeem hebben. En die heeft het direct ook een stuk nauwkeuriger gemaakt dan wat de VS en Rusland ons gunnen. Want ik zeg bewust gunnen, want de nauwkeurigheid bijvoorbeeld van het GPS is ongeveer 5 meter. Hè? Als je het wel eens gebruikt hebt, dan weet je dat. Dan geeft hij soms ook die nauwkeurigheid / onnauwkeurigheid weer. Maar voor defensiedoeleinden, dus voor hun eigen gebruik, is het veel nauwkeuriger. Alleen er zit een bepaalde verstoring op. Vroeger in de 90 jaren zat een veel grotere verstoring op. Toen kon je maar een nauwkeurigheid van 20, 30 meter bereiken. Maar Europa heeft gezegd dat willen we niet hebben, dat gedoe. We gaan een eigen systeem maken, nauwkeurig. En nou, dit moet op ongeveer 1 meter nauwkeurig worden in zijn gratis versie. Tot ongeveer ja, op 10 centimeter nauwkeurig in een betaalde versie. Nou, verder zie je dat elk zichzelf hoogachtend land, China, India, Japan, ook zijn eigen GNSS heeft. Wil je nou weten of jouw toestel, of jouw telefoon, of jouw GPS geschikt is voor Galileo, dan kun je even een uitstapje maken naar de website usegalileo.eu. Dan klik je aan dat je dat wil weten voor mobiele devices. En dan krijg je een hele lijst van op type niveau, dus iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 Plus of iPhone 12 Mini. Maar ook alle Samsung modellen, et cetera, LG. Dat kun je daar opvragen. Want het is niet vanzelfsprekend dat jouw handheld GPS device of jouw telefoon al Galileo kunt gebruiken. Hoewel voor Galileo de laatste jaren, de laatste 5 jaar zijn die al Galileo gaan implementeren in de chipset. Kaarten, die kun je vaak online raadplegen via zo'n app. Maar als je in de bergen wilt gaan, dan wil je ze natuurlijk ook offline kunnen gebruiken. Dus let erop dat jouw app dat feature heeft. Overigens, om ze dan offline te mogen opslaan, moet je vaak nog wel weer wat extra betalen. Natuurlijk kan een GPS-app, ik noem het toch maar even GPS-app, het zit zo in het vocabulaire. Natuurlijk kan elke GPS-app waypoints vastleggen, tracks vastleggen. Je kunt uploaden, downloaden, je track loggen, et cetera. Soms heb je apps die zijn landspecifiek, andere zijn weer wereldwijd. Vaak kosten ze weinig als je ermee begint. En moet je aanvullende kosten betalen voor zogenaamde in-app aankopen of abonnementen. Het is steeds vaker in abonnementsvorm. En je gaat zeker extra betalen als je goede kaarten wilt kunnen gebruiken in je app. Want kaarten zijn zwaar gelicenseerd. Let er ook op onder welke voorwaarden je eventueel je aankopen over kunt zetten naar een nieuw telefoontoestel. Want de gemiddelde persoon vernieuwt denk ik eens in de 3, 4, 5 jaar zijn telefoon. En dan is het natuurlijk wel fijn als je die aankopen van je oude toestel, als je die weer opnieuw kunt gebruiken op je nieuwe toestel. Heb je een abonnement, dan is dat sowieso wel verzekerd. Maar heb je echt een kaartstukje, een tile
gekocht, dan nou, is dat wel iets om even op te letten voor je, voordat je daar zwaar in gaat investeren. Goede kaarten kosten geld, ik zei het al. Wat je hier ziet is een kaart van OpenStreetMap, OSM. Dat zijn gratis kaarten, het is een soort open source community. Een voordeel van deze kaart is dat ze heel scherp zijn, want ze worden door de computer gemaakt op basis van NASA-data. En nou ja, het mooie is dat ze gratis zijn, maar je zult straks zien, je mist wel heel veel informatie met deze gratis kaarten. Een ander type kaart is die van Outdoor Active. Outdoor Active is een bekend platform wat ook onder de Alpenverein Actief app zit. Wat veel door Alpenverenigingen leden wordt gebruikt. Die Outdoor Active kaart is iets verrijkt. Hè. Je ziet hier bijvoorbeeld een hutje ingetekend. Je ziet hier ook een groenzweem, alsof daar iets, nou, iets van vegetatie is. Dit lijkt ietsje lichter, witter, misschien een beetje wit-blauw te zijn. Misschien een gletsjer. We gaan er nog weer een andere kaart bij pakken. Oh ja, wat ik zei, deze kaart is iets verrijkt, maar er is ook iets verdwenen ten opzichte van de vorige. Als je op de OSM-kaart stond nog een meertje, daar vlak oostelijk van de Oerkoendkop. Maar op de Outdoor Active-kaart is die verdwenen. Op de Kompaskaart, Kompas met dubbel S, de Duitse leverancier, daar is het meertje weer terug. En daar zie je inderdaad dat het hier een gletsjer betreft. Maar voor degenen die bekend zijn in Oostenrijk, daar regelmatig naartoe gaan, die weten natuurlijk dat je het liefst met een Alpenvereinskarte daar rondloopt. En ook die is digitaal beschikbaar. Zo van op een afstand is die wat minder wat minder scherp, maar als je inzoomt, dan komt ook de scherpte wel voor elkaar. Hier zie je wel weer dat meertje met nog wat paden ingetekend. Gaan we nu even inzoomen. Ik heb even ingezoomd op dat meertje wat straks gaat verdwijnen. En wat hier al aan de hoogtelijnen opvalt, is dat ze ontzettend smooth zijn getekend. Eigenlijk gegenereerd door de computer. Hele mooie lijnen, te mooi om waar te zijn. Dit is niet de werkelijkheid. En nou, als het erop aankomt, kun je dus nat gaan met dit soort gratis kaarten. De Outdoor Active kaart geeft al iets realistischer de hoogtelijnen weer en tekent hier ook iets van rotsen in. Ja, als je weer even teruggaat naar de OSM-kaart, ja, daar staat hier geen rots ingetekend. Dus dan kom je van bovenaf aanlopend en dan oeps, opeens rotsen. Nou, die zijn op die Outdoor Active kaart zijn die wel ingetekend. We bladeren door naar de Kompaskaart. Nou, dat zijn toch wel serieuze rotsen die daar ingetekend zijn door Kompas. En dan de mooiste kaart, de Alpenvereinskaarten, waar je ook de gletsjerspleten en de breukzones aardig betrouwbaar ingetekend ziet staan. En ook het, ja, op het moment van het maken van de kaart geadviseerde pad over de gletsjer. En je ziet hier natuurlijk ook hoe het wandelpaadje leidt naar dat gletsjerpad. Bottom line is, wat er boven staat, goede kaarten kosten geld. Den daar maar aan. Wat ik net zei, er zijn ontzettend veel oriëntatie-apps, navigatie-apps. Ik wil er een paar even aanstippen, daarvan slechts een paar laten zien. De Alpenverein Actief-app, die heeft dezelfde basis als de Outdoor Active-app. En tegenwoordig ook ViewRanger, die is ingehuisd bij Outdoor Active. Het aardige van de Outdoor Active, eigenlijk beide, de Alpenverein Actieve app en de Outdoor Active app, is dat er een grote community achter zit, die vaak aardig actuele informatie verstrekt over de toestand van een passage, bijvoorbeeld een pad. Topo GPS is van Nederlandse makelij, is absoluut wel een van mijn favoriete apps, een van de apps die ik het meeste gebruik, naast Toonaf. Toonaf is van Spaanse makelij, van het bedrijf Comp GPS.
Ik gebruik die vooral omdat ik, ja, ik heb daar een heel ecosysteem voor, waarbij ik mijn kaarten digitaal in Duitsland koop op een Windows-machine. Converteer ik het dan naar een versie geschikt voor de Mac en voor de iPad en voor de iPhone en voor het handheld device van dezelfde maker. Het aardige is wel dat de gebruikersinterface van dat handheld device is exact gelijk aan de gebruikersinterface van die app. Dus als je de een kent, dan ken je ook de ander. Ze hebben ook een uitgebreide kaartenwinkel. En voor mij is dit, en ja, ik heb dat ecosysteem in 2014 samengesteld, is dit de app die ik door de hele Alpen kan gebruiken en dan ook overal topografische kaarten en overal stijltekaarten heb, wat natuurlijk in de winter wel heel prettig is. Die stijltekaarten die zie je ook steeds vaker wel in andere apps, maar dan vaak alleen maar voor een bepaald land. Overigens, de stijltekaarten komen we straks ook nog op terug als we het over de sneeuw gaan hebben. Kompas is aardig. Aardig als er niks anders is. En bedoel ik als er geen andere topografische kaarten beschikbaar zijn. Geen Alpenvereinskaarten bijvoorbeeld. Geen digitale topografische Italiaanse kaarten. Dan kan Kompas van pas komen. Je betaalt, dacht ik, een abonnement. Of je betaalt een paar euro voor bijvoorbeeld de hele Adamello. Nou, dat is dan leuk, fijn om te hebben. Dat is in ieder geval beter dan de OpenStreetMap. Kaarten. En Peakfinder is absoluut heel erg leuk. 5 jaar geleden kon ik nog zeggen een heleboel lol voor 1,5 euro. Tegenwoordig is die wat duurder geworden, maar nog steeds heel veel lol. En ik zal hem zo dadelijk even laten zien. Ik ga eerst eventjes naar OpenVrijn Actief. Daar is hij weer. En dan gaan we naar de navigatie- en oriëntatie-apps. Te beginnen met OpenVrijn Actief. OpenVrijn Actief is, ja, zoals elke slimme onderneming met abonnementsmodellen begonnen. En dat betekent, als je niets betaalt, dan heb je de OpenStreetMap kaart. Dus bijvoorbeeld je wilt vanuit Innsbruck wil je de Karwendel inlopen. En dan, nou ja, dan is dit de kaart waar je het mee moet doen. Ben je bereid om iets te betalen, ongeveer 30 euro per jaar, dan kun je een abonnement kopen en dan heb je de topografische kaart, de Oostenrijkse topografische kaart. Wil je er nog, heb je er nog iets meer geld voor over, ongeveer 60 euro per jaar, dan koop je een nog meer pro-abonnement en dan heb je ook de OpenVrijnskaarten en bijvoorbeeld in Frankrijk de IGN-kaarten. En nou ja, je moet dus op basis van waar jij je begeeft, waar je je vakanties doorbrengt, waar je je tochten voor de KBF begeleidt, moet je zelf tot een geschikte combinatie van apps komen, afhankelijk van de eisen die je stelt. En nou ja, dit is dus de OpenVrijnskaart. En natuurlijk heb je hier ook... Ja, dat zou je denken, dat je hier ook een stijltekaart hebt. Tant pis. Dan moet ik misschien even voor de topografische kaart kiezen. Ja, dan kan ik er wintersport bij. Of hier de hangneigung. Ja. En dan zie je, en dan lopen we eigenlijk al vooruit op het verhaaltje van straks zo dadelijk over stijltekaarten. Maar we hebben deze alvast gehad. Dit is de stijltekaart die naar mijn smaak iets te veel de topografische kaart bedekt. Dat is jammer. Bij andere apps kun je soms de opacity, is dat, hè, in grafische termen, de doorzichtbaarheid, de transparantie kun je instellen. Maar weer even snel weg, die stijltekaart. Zo. Oké, tot zover wat ik even wil laten zien over Outdoor Active. Outdoor Active is ook een app met allemaal tochtvoorstellen. Dan gaan we even naar Topo GPS. Wat ik al zei, de app van Nederlandse makelij. Dat betekent niet dat die zich alleen beperkt tot Nederlandse kaarten. Nee, dit is een app die ook heel veel buitenlandse topografische kaarten in de kaartenwinkel heeft voor zeer betaalbare prijzen. En het hele aardige aan deze app vind ik dat waar
de meeste apps, eigenlijk alle apps die ik ken, jouw positie aangeven met een rondje. Soms nog met een kwastje voor jouw kijkrichting. Geef deze app met zijn druppelvorm aan waar jouw iPhone naar, in welke richting jouw iPhone gericht is. Als ik mijn iPhone nu naar het noorden draai, dan zie je dus die cursor, die plaatsaanduiding die zie je meedraaien. Nou, dat is heel fijn. Dan, dat is een fijn hulpmiddel. Dan hoef je niet tussendoor ook op je kompas te kijken als het om een grove inschatting gaat. Onderaan zie je de locatie waar we ons bevinden. Door er even op te klikken, zie je hem direct in andere coördinaatstelsels. Erg comfortabel. We gaan even naar de kaarten kijken. Ik wou dat met mijn muis doen, maar ik moet het natuurlijk op mijn iPhone doen. Hier zie je de kaarten die ik gekocht heb. Ja, Nederland die zat er bij mij bij in toen ik hem jaren geleden kocht voor €3,5 of zo. Ja, als je de Belgische topografische kaart wilt gebruiken met deze app, dan kun je dat per kaartstukje kun je dat kopen. En dan heb je jarenlang recht om daar gebruik van te maken. Je ziet hier dat ik al een stukje gekocht heb. Namelijk het stukje in de buurt van SY, waar de NKBV zijn tukhut heeft. Zoals de KBF ook ergens bij een van de klimgebieden zijn chavé-hut heeft. Nou, dit is de kwaliteit kaart die je krijgt via Topo GPS als je zo'n stukje koopt. En je ziet hoe groter het stukje wat je koopt, hoe meer het kost, maar ook hoe voordeliger de complete deal. Zwitserland, als je al wel met digitale kaarten hebt gewerkt en je hebt ook naar Zwitserland gekeken, dan weet je dat Zwitserland heel kostbaar is. Zwitserland heeft ongeveer 6 weken geleden zijn kaarten vrij moeten geven. Dus via Topo GPS kun je nu alle, tot het meeste detail kun je die kaarten zien. Nou, ik geloof dat je er €4 voor hun service voor moet betalen, maar dat is geen geld natuurlijk. Duitsland, heel Duitsland is €4-5, heel Spanje €4-5, heel Noorwegen €4-5. En dan heb je nou deze kwaliteit kaarten en dat is toch lang niet slecht. Dan laat ik nu alleen nog even Peakfinder zien. Dat is die app waarvan ik dus jaren geleden kon zeggen heel veel lol voor €1,5. Peakfinder, als jij op een top staat, dan laat hij zien welke toppen jij om je heen ziet. Maar als je nou de pech hebt niet op een top te staan, maar je wilt wel weten wat je allemaal gaat zien vanaf die top, dan kan ik bijvoorbeeld de Cornet de Bise intikken. En dan zie je rechtsbovenin zie je een kompas rooster met een blauw kwastje. Dat blauwe kwastje, dat geeft aan de wat ik zie op mijn scherm. Dus als ik een beetje pinch, dan ga ik meer zien. En ga ik dan bijvoorbeeld naar het oosten, ja, dan moet het gek gaan, wil ik Berner Oberland niet zien. Ja, daar heb je hem al. Berner Oberland met zijn wildstrubel, wildhoorn, et cetera. Ga ik een beetje naar het zuiden, dan kijk, Paul Zuid, de Mont Blanc. Ja, een erg mooie app. We gaan, als er geen vragen zijn, maar die laat ik die vragen even aan jou stellen, Bart. Geen vragen binnengekomen, hè. Geen vragen binnengekomen. Oké, dan ga ik de presentatie weer delen. Ik had deze sheet nog even toegevoegd aan de oriëntatie navigatie apps. Want Avenza Maps, dat is een Italiaanse app. Onthoud die als of download hem een keer, dat kost niks. Als interessante app. Via hun kaartenwinkel hebben ze meer dan 1 miljoen kaarten beschikbaar. Waarvan vele ook gratis. En ga je bijvoorbeeld naar de Aosta, naar het Aostadal. Dan kun je digitale kaarten van, hoe heet dat merk ook alweer, Fatenali of zo, kun je kopen voor €10 per kaart. Nou,
Ten slotte nog even SOS-apps. Zeker in jouw rol als tochtleider voor de KBF is het natuurlijk heel belangrijk dat als wat aan de hand is, dat jij effectief op een effectieve en snelle manier hulp kunt inroepen. Echo SOS. Ik heb hier het mapje met SOS-apps. En als ik dan Echo SOS kies, dan kunnen we, nou, laat ik niet 112 bellen, maar ik kan wel een demo oproep doen. Dus ik druk nu op demo. Wat er nu gebeurt, is dat jouw telefoon gaat nu contact opnemen met 112 als je in België bent, met de reddingsdienst, de Oostenrijkse reddingsdienst als je in Oostenrijk bent. En jij kunt hen laten weten dat met het nummer wat zij in hun display zien, hè, als jij je nummer niet als geheim hebt aangemerkt, maar je hebt hem in het display, dan kun je zeggen van, beste mensen, ga even naar echosos.com en vult u het nummer in wat u in uw display ziet, namelijk het nummer van mij, plus 31 62 42 53 30 15. De operator van de reddingsdienst die tikt jouw telefoonnummer in en die ziet dan de coördinaten waar je bent. Dat bespaart dus het door de telefoon doorgeven precies van de coördinaten waar jij bent. Een erg mooie app, vind ik. Nou, nu we hier toch zijn, deze app, SOS EU Alp, die is met name als je in Tirol, Zuid-Tirol of Beieren bent, is die interessant. Dan zou ik hem zeker gebruiken en niet aan de gang gaan met Echo SOS, want men weet daarvan het bestaan van deze app, SOS EU Alp. Dat komt helemaal goed. Maar ja, dan heb je natuurlijk altijd nog plekken waar geen netwerk is. En dan hoop ik dat je een apparaatje als dit bij je hebt. Ja, de Garmin InReach Mini. Om jouw positie weer te geven. Die Garmin InReach Mini, deze app, dan kun je ook heel makkelijk berichten intikken en via de InReach Mini, dat gaat via het Iridium satellietnetwerk, kun je je belangrijke bericht doorgeven. Ja, misschien nog eventjes inpikken wat betreft die SOS-apps. Voor België kan het ook nog nuttig zijn van de 112-app te downloaden. Die doet eigenlijk een beetje hetzelfde zoals met Echo SOS, namelijk dat je bij je noodoproep, via die app tenminste, zodat de operator direct ook jouw positie ziet. Dus als je iets voor hebt midden in een bos of op een uitgestrekt klimmassief of zo, is dat zeker ook voor België een interessante app. Mooi. Ja, dankjewel. Heel snel een paar woorden over declinatie. Declinatie, dat weten jullie, hè? Dat is de afwijking tussen het werkelijke noorden en het magnetische noorden. In 2010 zag de declinatie er zo uit. En als jullie dan even letten op België en hoe die groene lijn toen door België liep. 5 jaar later al bijna op zee naar zee verhuisd was. En weer 5 jaar later in Engeland is aangekomen. Dan kun je je realiseren dat wel iets om meer en meer rekening mee te houden. Toen ik in de 90e jaren werd opgeleid, stond deze informatie nog op de Franse kaarten. En dan stond hier dus dat elk jaar nam die declinatie af. Nou, dus je hoefde er al nauwelijks rekening mee te houden en het werd alleen maar minder, de afwijking. Maar tegenwoordig is dat magnetisch noorden naar het oosten, vanuit ons gezien, naar het oosten van het geografisch noorden verplaatst. En neemt die dus weer toe. En het is zo dat in bijvoorbeeld Salzburg is die al ongeveer 4 graden. Dus als je daar geen rekening mee houdt, dan zit je zomaar 50 tot 100 meter verkeerd bij een peiling over een kilometer. Hoe bepaal je de declinatie? Nou, kijk naar het verhaal wat op de vorige slide stond. Of doe een bezoekje aan magneticdeclination.com. Verplaats de speld naar de plek waar jij de declinatie van wilt weten. En je wordt op je wenken bediend. Tochtsuggestie apps.
Nou, die hebben voor een deel hebben ze dezelfde functionaliteit als de oriëntatie- en navigatie-apps, maar ze hebben ook filtermogelijkheden om jou makkelijk en snel naar de tocht van jouw keuze te leiden. Vaak hebben ze ook een community die erachter zit. Een paar voorbeelden, OpenVrijn Active, die jullie net gezien hebben, die heeft ook filtermogelijkheden. De Rotor-app, dat is eigenlijk een app. Dat is een app waar je de aloude boekjes van Rotor kunt kopen. En zo'n heel boekje, daar betaal je dan €10 voor. En dan heb je de 50 tochten die in dat boekje staan, heb jij die digitaal gewoon in goede kwaliteit. Komoot is ook een app die mij vaak ingefluisterd wordt. Ik heb er naar gekeken, niet lang zeg ik. Ziet er heel mooi uit, is mooi ontworpen, maar ik zie daar alleen maar OSM-kaarten en een iets verrijkte versie van OSM-kaarten terug. Dus voor mij persoonlijk niet interessant. Ik wil dit voor de tocht suggestie-apps hierbij laten en doorgaan naar de bloemetjes-apps. Van huis uit ben ik helemaal niet geen bioloog of zo, dus het moet vooral makkelijk zijn voor mij. En ik heb één app die bij mij favoriet is, Alpine Flower Finder. Daar betaal je tegenwoordig iets van €8 of €9 voor, geloof ik. Is niet heel goedkoop, maar ja, ik vind hem wel fijn. Ben je iets meer geschoold in de biologie en in de plantendeterminatie, dan is de Flora Helvetica Mini misschien leuk voor je. Ben je een echte pro, dan heb je er misschien de Flora Helvetica Pro voor over. Die is iets meer dan €100. Maar daar vind je dan ook echt alle 3.000 tot 4.000 plantjes in die in Zwitserland groeien. En dus ook vaak in de rest van de Alpen. Maar dan moet je echt wel iets begrijpen van determineren. Dat doe ik niet. Dat begrijpen. Dus ik doe het met Alpine Flower Finder. En als ik netwerk heb, in toenemende mate ook met PlantNet. Ik ga eventjes Alpine Flower Finder laten zien aan jullie. Alpine Flower Finder. Als je wilt zoeken, als je wilt determineren, je kunt natuurlijk door deze hele lijst, er staan er ongeveer 300 in, kun je wandelen, maar je kunt ook determineren. Je kunt een term, bijvoorbeeld Gentiaan, Use Selection. Nou, dit zijn alle Gentianen die hij aan boord heeft. En ik had al vermoed dat het een Gentiaan was. En mijn Gentiaan, die lijkt wel het meeste op deze. Nee, dat is hem toch niet. Ah nee, het is deze. Het is deze, ja. De zijdeplant Gentiaan. In het Duits de Schwalbenwurz Gentiaan. Het aardige van deze app is dat die de bloem, of de plant, dat hij daar meerdere foto's van weergeeft, zodat je niet alleen het bloemetje ziet, maar ook nou, hier de hele trosbloemen, de bladeren detail en de omgeving waar je hem kunt vinden. Het aardige is ook dat je je eigen notities daaraan toe kunt voegen. Dus ik heb hier de Nederlandse naam eraan gegeven. En je kunt ook zelf foto's toevoegen. Dus behalve deze foto's kun je ook nog je eigen foto's eraan toevoegen. Natuurlijk de namen in verschillende talen. En meer informatie hoe groot die is, wanneer die groeit, et cetera, et cetera. Nou, dit is wel mijn favoriete app. PlantNet zou ik vooral een keer downloaden als ik jou was. Kost niks. En geeft dus als je een. Je maakt een wandeling gewoon in België of zo. Je maakt een foto van een struik. Het kunnen ook struiken zijn. De bladeren van een struik. De bloemetjes van een struik. Dan vertelt je echt. Net zoals de muziekapp Shazam 10 jaar geleden al, ten aanzien van muziek dat deed, vertelt deze je wat voor struik dat is. En heeft het verrassend vaak correct. Tot zover de bloemetjes-apps. Komen we aan het één na laatste onderwerp, de sneeuw-apps. Jammer genoeg is de winter al een beetje ten einde.
Hoewel ik daarnet op de buienradar zag dat het in Oostenrijk flink gaat sneeuwen, aan het sneeuwen is al. Sneeuwapps geven, ja, bijna zonder uitzondering, actuele info over sneeuwhoogtes en neerslag. Je kunt jezelf ook laten waarschuwen als er een significante hoeveelheid nieuwe sneeuwval plaatsvindt. Pistekaartjes, soms ook kun je zien waar je op de piste je bevindt. Lawineberichten geven ze vaak, weerberichten geven ze bijna altijd. Je hebt tools of informatiepaginaatjes met betrekking tot lawinerisico. Er worden ook tourenvoorstellen in sommige apps gedaan. En wat we net al gezien hebben, ook kaarten met een 30 graden steilte-indicatie. Ook hiervan zijn er weer honderden. Ik ga er een paar even aanstippen. Bergfex Ski en dan de Pro-versie. Waarom heb ik ook alweer de Pro-versie? Het kan zijn vanwege het weerbericht of om andere redenen, weet ik niet meer. Maar het Bergfex Ski is van Oostenrijkse makelij. Is een mooie app, ook met tochtvoorstellen. White Risk is van een iets andere categorie. White Risk geeft je, net als Snowsafe, Lawine Tirol en Meteo Ski, geeft jou lawineberichten. Snowsafe die doet dat voor een bijzonder groot aantal ook Oost-Europese landen, hè, zoals Polen, Slowakije. Als je bevreesd bent om daar naartoe te gaan omdat je de taal niet spreekt of kan lezen en bang bent dat ze het niet in het Engels hebben, via Snowsafe kun je leesbare lawineberichten lezen. Ifigenie is een bijzondere app, rijk qua functionaliteit, maar je moet er Frans voor spreken. Want het meeste van de helppagina's en van de app zelf is in het Frans. Even kijken, we gaan weer even een paar schermpjes laten zien voordat we naar de steiltekaarten, die natuurlijk ook 's winters relevant zijn, overstappen. Bergfex Ski Pro. Nou, die laat je bijvoorbeeld, hè, in dit geval van Chamonix. Pardon. Voor deze dag en de komende 4 dagen zien heel concreet hoeveel centimeter verse sneeuw er gaat vallen. Heeft ook webcams. En wat hier heel mooi is, wat hij heel mooi heeft, dat is een sneeuwverwachtingskaart voor de komende 5 dagen, geloof ik. Dat had je voorheen ook in de Salomon-app van het WePowder-platform. Alle poeterjunks onder jullie, als je WePowder.com of .nl niet kent, neem een keer een kijkje, WePowder.nl of WePowder.com. Die hebben via internet hebben ze een hele mooie, een nog mooier dan deze sneeuwvoorspellingskaart. En dat hadden ze voorheen ook in een app, maar dat is helaas gestopt. Je kunt hier per dag de voorspelling zien. En hoe blauwer de kleurtjes en hoe meer oranje-rood, hoe meer sneeuw. Je kunt het ook gecumuleerd voor over de komende 5 dagen zien. En dan zie je bijvoorbeeld als je deze erbij pakt, de nieuwe sneeuw tot en met maandag. Dat het in de, dat daar wel plaatselijk zo'n roze 40 tot 50 centimeter gaat vallen. Erg handig, deze app. White Risk is de app van SLF. Heeft een inclinometer, dus een steiltemeter aan boord. De grafische reductiemethode, als je dat iets zegt, documenten, et cetera, maar ook lawineberichten. Volgens mij geven ze nu geen lawinebericht meer. Toch nog wel? Ja, toch wel. Dan was het Oostenrijk waar ze gestopt zijn. Considerable. Nou, fijn. Snowsafe, Lawine Tirol, Meteo Ski hebben we net laten zien.
Iphigenie dan nog eventjes voor degenen die het Frans goed beheersen. Iphigenie. Dat is deze kaart. En dan gebeurt er iets geks. Enfin, nou, dat is dan gelijk het bruggetje, het onbedoelde bruggetje naar de steltekaarten. Wat je hier ziet is van Iphigenie een redelijk gedetailleerde steltekaart. Onthoud deze even, want ik kom hier zo dadelijk op terug. We gaan weer eventjes verder naar de presentatie, naar de volgende slide, om te kijken naar steltekaarten. Steltekaarten is erg oppassen. Hè? Vroeger, als we de steilte wilden weten, dan gingen we natuurlijk met een busjoensmaatstaap op dit soort kaartjes. Hij is doorzichtig, dus dat werkt niet bij, bij die achtergrond. Maar ging je een meetlatje leggen langs de hoogtelijnen om te bepalen hoe steil het daar was. Het is natuurlijk veel makkelijker om dat op een steiltekaart te zien. Stel, je loopt in de Beaufortin, je ziet deze kol. Nou, dan wil je natuurlijk bij tochtplanning wil je al weten hoe steil is die kol. Hoe steil is dat terrein in verband met het lawinegevaar. Nou, dan kun je steiltekaart erbij pakken. En dan is het aardig om te weten, en dat is ook gelijk de waarschuwing die hierin besloten is, dat Alpenverein Actief en ook andere apps, dat die een aantal jaren geleden nog dit soort steilkaarten gaven van die betreffende Col du Coin in de Beaufortin. En dan denk je in je voorbereiding van, ach, ze zijn allemaal onder de 30 graden, fluitje van een cent. Maar Iphigenie, wat je dus net zag, die geeft wel degelijk veel meer informatie en zo ook mijn toenaf. Dus wees je bewust dat die steilkaarten natuurlijk ook altijd een benadering zijn van de steilte en een grote, een hoge, nou, een beperkte resolutie hebben. Hè? Dus dat gaat in pixels van ongeveer 50 bij 50 meter in het terrein. En dat is alweer een veel groter stuk dan de misschien 20 bij 20 meter waar je volgens Munter rekening mee moet houden bij de lawine-inschatting of de inschatting van het lawine-risico. Tot zover de steiltekaarten. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp, dus een kort onderwerp, OV-apps. Ja, als mijn neefje deze presentatie zou zien, dan zou die iets hebben van OV-apps. Je hebt toch Google? Google vertelt je toch hoe laat die trein gaat. Ja, dat kan wel zijn, maar ik haal zelf de informatie liever bij de bron via een app. Apps die jou informatie geven, die zich bewust zijn van treinen, bussen, trams, veren, liften. Haltes in de buurt waar je bent, vertrektijden van die halte. Je kunt de reis erin plannen en in je agenda opnemen. Je kunt een e-ticket kopen. En het is wel grappig, een aantal jaren geleden kondigde ÖBB Scotty, de Oostenrijkse treinen-app, aan dat in de volgende release ook een functie zou komen. In welke trein zit ik eigenlijk? Afijn, ik weet niet of die functie er ooit ingekomen is. Maar dit zijn mijn favoriete apps. Ze komen redelijk op hetzelfde neer wel hoor. DB Navigator, ÖBB Scotty, ÖBB SBB Mobile voor respectievelijk Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Erg mooie apps, waarbij bijvoorbeeld die Zwitserse app, die kent ook de schedules van de zeilbanen. Dus die houdt, als jij naar het Diavoletse huis wil, dan vertelt je hoe laat jij echt daar bovenaan aankomt. Trenit, dat is een Engelstalige app voor treinen in Italië. Heel fijn. En eigenlijk in alle andere situaties kun je met Rome to Rio prima uit de voeten. Wat hier mist is Frankrijk. De SNCF heeft ook een app. Maar ja, die heb ik vanmiddag nog weer even een keer geprobeerd. Want ik dacht dat er geen planningmogelijkheid in zat. Die blijkt er wel in te zitten, maar als ik aangeef dat ik van Parijs naar Briançon wil, dan zegt hij dat ik geen internetverbinding heb of zo. Doe ik datzelfde met Rome to Rio, dan laat hij me wel zien hoe ik daar met de TGV in 4 uur en 50 minuten kan komen.
Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Wil je nou nog meer apps zien? Kijk dan een keertje op bergbanjeren.nl/apps. Bergbanjeren, dat is mijn persoonlijke website. Dat is dus niet 316explore.com. Maar op deze app, op deze pagina vind je alle 40, 45 apps die ik in het verleden voor de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging besproken heb in het magazine. Waarmee mijn presentatie eindigt. 3 minuten voor 9. Dankjewel, Peter. Het was bijzonder interessant, vond ik. Ik heb toch een aantal apps genoteerd waar ik nog nooit van gehoord had. Die ik zeker zelf al ga opzoeken. Ik ga nog eventjes kijken naar de chats. Er kwam ergens in het begin nog de vraag van... ja, de voorspelling, de regenvoorspelling die tot donderdagavond getoond werd. In welke app dat was? Ik meen mezelf te herinneren dat dat rond Meteo Blue ging. Maar... Dat was tot donderdagnacht 3 uur. Dat was Meteo Swiss. Ah, dat was Meteo Swiss. Oké, okay. Ja. Oké, okay. Ja. En dan een andere vraag die ik al eerder is had doorgekregen. Heel wat apps hebben gewoonlijk wel internet nodig. Hoe ga je daarmee om in de bergen, waar dat internet toch iets wisselend is, soms fantastisch en soms bijna onbestaande? Ja, dan zorg ik ervoor dat op het moment dat ik internet heb, en dat kan tijdens het lopen zijn, er wordt wel eens gezegd dat je geen twee dingen tegelijk mag doen, hè, maar ik ben heel vaak met mijn apps bezig terwijl ik loop door de bergen. Dan maak ik even een screenprint. Zodat ik hem opgeslagen heb voor als ik in de hut ben en voor de komende dagen. Maar ook, overigens, als bewijs bij een eventuele zaak met justitie, dat ik daar actief mee bezig ben geweest. Dus screenprint. Ja, oké. Okay. En hoe ga je om met een gsm gebruikt redelijk wat batterij? Ja. Het is in berghutten, en zeker voor mensen die aan het bivakeren zijn, niet altijd even evident om op te laden. Nee. Hoe ga je daar het best mee om? Ja, dan koop je een 10.000 of een 20.000 milliampère uur battery pack. Ik heb van X-Storm, is dat geloof ik, heb ik een... Pardon. Een battery pack van 10.000 mAh. Daar kun je het smartphone zeker wel 3 keer helemaal mee opladen. En die weegt iets van 150 gram. Dus dat is goed te doen. En in hutten heb je steeds vaker natuurlijk 220 of 230 is het tegenwoordig beschikbaar. Oké, dankjewel. En een solar charger. Als ik echt in den vreemde onderweg ben, dan heb ik de hele dag aan de zonkant van mijn rugzak heb ik ook een solar charger hangen. Ja. Okay. Ik lees momenteel geen andere vragen meer. Dan heb ik nog één uitsmijter. Dat is een app die, als je nog, die je eigenlijk ook moet kennen. En dat is Meteo Earth. Meteo Earth. En daarna stop ik echt hoor. Wat is dit allemaal? Dan kun je bijvoorbeeld de regenvoorspelling, maar dan voor een heel groot gebied zien. Dus als je bijvoorbeeld aan het camperen bent in Frankrijk. Nou, nu zie je op de app dat het nacht wordt. Onderin zie je de klok lopen. Woensdagochtend. Mooi weer. En dit kun je dus van echt een heel groot gebied kun je zien. Hier zie je ook dat het in de Alpen, dat daar die sneeuw valt. En dit dus, nou ja, tot, je ziet het tot zondag einde van de dag. En je kunt het zelfs over de hele wereld zien. Een erg leuke app. En nu stop ik de share.
Prachtig, dank u wel. Dat nog even als toegift. Indrukwekkend, goed. Geen nieuwe vragen? Geen nieuwe vragen niet meer? Nee. Oké. Okay. Nou, dan in ieder geval van mijn kant, dank jullie wel voor jullie aandacht. We hebben de presentatie opgenomen, dus als dat allemaal goed gegaan is, dan zal die binnenkort via de KBF beschikbaar komen. Dank je wel. Het was bijzonder interessant. Oké, okay, goed. Goed, ja. Ik zeg jullie goedenavond en misschien een keer tot ziens in de bergen of op een van onze reizen of cursussen. Bye.